Een regeringsdelegatie is gisteren naar Frans-Guyana afgereisd om met hun Franse counterparts te praten over onder meer de COVID-situatie en de veiligheid. De delegatie die onder leiding stond van minister Albert Ramdien is warm verwelkomd door een groep personen van Surinaamse afkomst die wonen in Frans-Guyana. Minister Ramdien was verrast met de ontvangst bij de aanmeerlocatie in Saint-Laurent. Ook de Franse autoriteiten hebben de Surinaamse delegatie goed ontvangen. Minister Ramdien heeft zijn waardering uitgesproken over het gebaar van de groep en zei blij te zijn om een bezoek te brengen aan Frans-Guyana. We willen zo goed mogelijk een relatie hebben. We hebben gemeenschap aan beide kanten. Dus we zijn er voor de Surinamers, waar ze ook zijn in de wereld, of het in Frans-Guyana is, of in Suriname of elders. Dus vandaag zullen we de besprekingen voortzetten die we reeds zijn begonnen. We hebben een goede relatie met Frans-Guyana, dat willen we zo houden. Dus we luisteren ook graag naar u allen, via uw eigen kanalen, wat de inzichten hier zijn. Maar we weten dat er een nauwe verbondenheid is. Zeker door de Marowijne rivier, dat is geen barrière. Maar we proberen zo goed mogelijk te organiseren dat de relatie zonder problemen verloopt. Het zijn twee verschillende landen uiteindelijk. Maar we moeten als nabuurlanden toch nog het beste ervan maken. En we zijn blij dat u hier bent voor een stukje welkom. Hadden we niet verwacht, maar we zijn blij dat u er bent. Nogmaals dank. Behalve minister Ramdien zijn ook minister Amar Ramadien van Volksgezondheid, Kenneth Amoxi van Justitie en Politie, Krishna Mathura van Defensie, Gracia Emanuels van Regionale Ontwikkeling en Sport en kolonel Danielle Feira, directeur Directoraat Nationale Veiligheid, afgereisd naar Frans-Guyana. Minister Ramdien hoopt dat in de toekomst er vaker van deze meetings gehouden zullen worden. And I hope it will not be the last one, that we will continue the engagement. We look forward to receiving you in Paramaribo, certainly on the occasion of the 45th anniversary of our independence on the 25th of November this year. Mr. Prefet, distinguished delegates, as I indicated, we are here for the simple reason that we have a relationship which we not only must, but are willing to cherish, to strengthen. We have a long-standing bilateral relationship as neighbors, but also with France. And we want to continue that. Mr. President Santokhi, Chandrika Prasad Santokhi, when he took office, he stressed the need that we will strengthen our relationship with the neighboring countries, our neighbors, French Guyana, Brazil and Guyana. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Hij stond aan het hoofd van een regeringsdelegatie die een werkbezoek bracht aan Frans-Guyana.